Noordman Instruments innoveert, onderneemt, speelt bovenal in op de actualiteit. En vandaag zijn wij super trots om de samenwerking aan te kondigen met NOAA-R, het innovatieve luchtzuiveringssysteem. NOAA-R, dat zijn HEPA-filters waarmee de lucht gefilterd wordt. Een HEPA-filter is origineel ontwikkeld na de Tweede Wereldoorlog om in het geval van een kernaanval de lucht te kunnen zuiveren. En eigenlijk werkt dat nog steeds het beste om de lucht schoon te maken in een binnenomgeving. Ik ben NOAA-R tegengekomen in een winkel waar ik was en ik liep daar binnen en ik dacht, wat is dit hier? Wat is die fris? Wat ruikt het hier schoon? Ik voelde me een beetje in de Alpen eigenlijk, hoog in de Alpen, zo zuiver. Toen dacht ik, dit is een kans voor de optiek. Met als doel de mensen blij maken. Uiteindelijk gaat het erom dat een filter 1 effectief is. Dat hebben we gemeten met de professor van de UvA. 2 vinden wij het belangrijk dat hij heel stil is. Zodat hij zowel in een kantoor als in andere omgevingen, we hebben in een klas getest, dat het daar zonder dat je merkt hij goed kan draaien. En als laatste heeft hij capaciteit nodig. Want veel filters kunnen maar een kleine ruimte zuiveren, terwijl wij juist 80, 100, 120 vierkante meter ook goed willen kunnen zuiveren. Bij interesse van de optiekondernemer in het NOAA-R systeem komen wij langs Noordman Instruments samen met NOAA-R om een soort nulmeting te doen en de lucht te meten, de luchtkwaliteit te meten in de optiekzaak. Vervolgens nemen we het NOAA-R filtersysteem nemen we mee de winkel in, dan doen we nog een keer een meting en dan tonen we het verschil aan. Het is gewoon een hele laagdrempelige aanschaf. Het heeft helemaal niks met grote investeringen of geld te maken. Totaal niet zelfs. Dus ik zou zeggen, neem contact op. Het is met een mum van tijd geregeld en iedereen wordt blij.